Als je diezelfde piramide nog eens even terugpakt, dan zou je ook kunnen zeggen, het is ook precies de manier waarop je ziet dat organisaties zich op dit moment ontwikkelen. Als we dit verhaal een beetje in de maatschappelijke context plaatsen, dan zie je dat als een organisatie zo'n hiërarchische piramide is, en dit is het managementteam, dan zie je dat er een enorme inflatie zit op het fenomeen van, goh, wij weten wel wat goed is voor jullie, en door de lagen heen vertalen we het naar beneden, en dan moeten hier de mensen gewoon doen wat wij daar op de heissessie bedacht hebben. Dat heeft tientallen jaren goed gewerkt, maar de wereld is ongelooflijk in verandering. En de mensen die hier hun werk doen, zijn niet meer de mensen van 20 jaar geleden. We zijn waanzinnig goed opgeleid. We hebben allemaal internet. Met een paar muisklikken kunnen we iedere vraag beantwoorden die op ons pad komt. En we zijn ongelooflijk mobiel. Hè? Global Village. Ging je vroeger met je ouders op vakantie naar de Veluwe. Tegenwoordig zeg je in de meivakantie, ik moet echt even tussenuit hoor. Ik ga even duiken in Egypte of even winkelen in Milaan. Gewoon eventjes de uitverkoop meepikken. En we zijn halverwege de 30 en we hebben de halve wereld al gezien. En dat betekent dat die mensen die hier werken zich niet meer de wet laten voorschrijven. Die zeggen, ik praat hier met die klant, ik weet hoe het zit in het veld. Jullie zitten daar zo ver vanaf. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten gewoon primaire keuzes maken. Wat we van jullie verwachten, managementteam, is visie op de toekomst. Gaan we nou gewoon door wat we gedaan hebben? Of gaan we naar links of gaan we naar rechts? Daar worden jullie voor betaald, want jullie worden ook afgerekend op die koers links of rechts. En als de... En daar graag een beetje inspiratie bij als het kan. Hè? En dat betekent dat deze lijn zeg maar steeds minder goed werkt. Dus wat je eigenlijk zou willen doen, is die pijl veel meer direct bij die mensen neerleggen. En aan die mensen vragen, zeg, goh, je werkt in dit bedrijf. Ik wil je graag 2 vragen stellen. En de eerste vraag is, kijk, dit zijn wij. En dit is onze koers, dit is wat wij gaan doen. Dit is onze droom. En vraag 1 is, doe je mee? Want je hoeft hier niet te werken. Doe je mee op reis naar die bestemming die wij gekozen hebben? En als dat antwoord ja is, nou welkom. Dan is de 2e vraag, wat kom je dan brengen? Wat mogen we dan van jou verwachten? Wat aan kwaliteiten, aan passie, aan energie, aan inzet mogen we van jou verwachten? Wat wordt jouw unieke bijdrage aan die reis die wij hier met elkaar gaan maken? En organisaties zo laten werken, daar zijn wij dag en nacht mee bezig. Wij noemen dat van medewerkers interne ondernemers maken. Dat mensen gaan werken alsof het hun eigen bedrijf is. Binnen de kaders die door de directie zijn bepaald en gesteld, maar vervolgens een stuk zelfsturing, zelfstartend vermogen ontwikkelen, waardoor mensen met veel meer passie, veel meer plezier, zeg maar, de dingen doen, gebruik maken van hun unieke kwaliteiten om zeg maar, de wereld te veranderen in positief.